Yo mensen van de Schermgenerij, welkom bij deze gloednieuwe aflevering. Nee, een gloednieuwe serie om het goed te zeggen. Jullie horen al wat een achtergrondgeluidje, maar jullie weten nog niet deze... Wat voor game het is, hè? Moet ik het wel even goed zeggen. En dat zien jullie over 3, 2, 1, bam! Oké, deze game heet Elm. Elm, dit is Elm. Zeg hallo Elm. Nee, Elm zegt geen hallo. Het is Elm, je weet, als je dit ziet, dan weet je ongeveer wat voor game het is. Je hebt begin, je hebt load en je hebt quick. Quit. En we gaan een beginnetje maken aan de serie, aan deze adventure game, wat het ook echt is. Ik denk dat ik mijn bekje nu even moet houden om het lekker groftalig te houden. Crash Studio presents. Crashable Studios presents. Sorry voor mijn slechte Engels. Daar komt een oude vent aan. Wat zegt die oude vent? Kom op. Unfeigned. Geen idee wat dat betekent. Altruist. Geen idee wat dat betekent. Move, speak, breathe. Dat weet ik wel wat dat betekent. Please, what please? Remove the groping veils. Oh. Iets weghalen. Nou ja, dat is het stadje waar wij in zitten. Ik heb hem al even gespeeld. Dus het is niet helemaal nieuw voor mij. Behalve dit dan. Don't let them sleep forever. Nou, ik weet dus. Nu komt Elm waarschijnlijk straks. Kijk, stop je. Ja, oké. Het is al een paar keer misgegaan in de aflevering. Oh, verkeerde kut. Oké, we gaan lekker escapen, want dan gaat alles voorbij. Oké, nou, dit is dus Elm. En die gaat nu een verhaaltje vertellen. Chapter 1, another day. Het is een andere dag. Een andere dag, een andere toekomst. Ik ben... It's been 3 weeks since she last spoke. Ach, 3 weken geleden. The vague consumed her, okay, so subtly. Seems like only yesterday, she was so full of life. Where did this wretched epidemic come from? How long has it been spreading? Yeah, no, that's it was more like a rumor. A something rumor? To call people who were bored with their lives. Ach, God. The vague. The vague. That's... It was so easy to ignore. Yeah. But now I see it. Now I care. When I look into her eyes or hold her hand, I feel myself rummaging through a hopeless room. Ach, man, wat een mooi huis ook. Desperately looking for something to help van her. IJzer. Each thought seems more dull and vain than the last. The doctors are of no help. Oh, nay. They have no idea what it is, where it came from, how it spreads. Nothing. Nothing. Helemaal niks. Someone helemaal nothing. Ja, nou, we gaan je helpen. Each day that drifts by seems like a vacuum, drinking the color from my life. Have I got the vague? Nah, vast niet. How long until I'm just like her? Nah, niet, want wij... Esther. Esther, dat is Esther. Hallo, Esther. Oh, wat lief. Ja, nou, ik zou nog eens een keer zeggen dat ik van je hou, hè? Doei, ik ga naar werk. I'll be back soon, doeg. Wat leuk. Eens even kijken. Ik heb alleen dat stukje gespeeld, dus daarom wist ik dit allemaal. Ik begin nu met een heel iets nieuws. Of als ik op E druk, dan zie ik mijn uitposten. Dus ik kan daarheen en daar naartoe. Oké, laten we daar naartoe gaan. Eens even kijken wat daar te beleven is. I should check my mail before I get into anything today. Oké. Move on the cursor to the top middle of the screen and click the action. Then use the hand on your mailbox. Mailbox. Want ik neem aan dat dat een mailbox is. Bills, junk. Junk. More junk. Hey, my new work ID finally came in. Oeh, ik heb een werk ID. Wie is dat? Vertel eens even. You can also change your cursor action with right click. Oeh, ik kan daar naartoe. Oeh, wat leuk. Oké, man. Ik wil weten wie die man is. Vertel man, wie ben jij? Hi, sir. Show yourself. Hey there, fella. Hey there, fella. I'm a fella. J-
just enjoying my day. Och, hij heeft It's vrijdag nice altijd lekker. Alleen dat je dan hier voor mijn huis staat, vind ik wel een beetje creepy hoor. Verder is het hartstikke aardig. Maar Nice to meet you, Alan. Hallo, ik ben Alan. Ik ben tegenwoordig Alan, weet je het even. Ik heet niet meer Binter, ik ben Alan. Ah, hallo Joe. Nice to meet you, Joe. I gotta get going. Ja, ik moet. Hey. Hallo. I dropped my doggone ID somewhere. If you happen to see it, grab it for me. Would you, buddy boy? Sure thing. Ja, natuurlijk willen we dat. We gaan jouw ideeën vinden. We gaan eerst eens even hier naartoe. We laten ze hier te beleven. Hey Alan, how's it going? Bye. Hodge. Oh, ik zei zijn naam goed. What are we looking at for the day? Vertel. I'm gonna need to see an ID before we do business. Are you kidding me? Ja, wat slaat het op? It's me. I work here with you every single day. Nou, dat... Sorry, company policy. Dat zegt hij gelukkig ook met een... Met een lach. Oké, heb ik hier... Oh ja, ik heb toch mijn... Oh, kijk. Hier, mijn idee. Yep. Alsjeblieft. It's you. Yes, ik ben het. I've got one delivery from Miss Harkham at apartment 121, sector 44. Sector 44, sector 44. You're practically there. Oh, kijk eens aan. Nee, dat zeg ik niet tegen jou. Package added to your inventory. Wat aardig van. Alan, how is Esther been? She hasn't been over to visit lately. Nee. Not in the mood to talk, Pudge. Nee, gewoon niet. Wow. What was that? Wow. Hallo? Wat de wie was dat? Er ligt een briefje, denk ik. Althans. Oké. Dear Sol, we received your message. We want to help. Meet me in Cosmos Arcade. There is a cure for the vague. D. In ieder geval. En ik weet niet wat hier staat. Hier staat gebarentaal. A cure for the vague? Ja, nou ja, het kan zo, man, jongen. Hallo? Ja, joh, je ziet er niemand. Je moet het toch meeten in arcade ding. Could there really be a cure? No. I have to get to the arcade and figure out who this D person is. Note, add it to your inventory. What was that, Alan? I'm not really sure. This note was lying on the ground back there. Ja, dit is dus echt een adventure game. And someone has really found a cure for the vague? Yeah. It's me. Could just be a silly trick. To be honest, I don't know if I even believe in the vague, Alan. Well, I'm off to work, Pudge. See ya. Okay, now. If there's any chance the cure is real, I'd do anything to help Esther. Hopefully this D guy is still in the arcade. Dat zullen we zien. Oké, nou, ik kan op de dumpster klikken. Zo zien. Cool. Is dat niet gewoon een trashcan of zo? Of, nou ja, het zal mij een worst zijn. Een solid pipe. Bent pipe. Added to your inventory. Oh. Is dat niet zo'n crowbar of zo? The golden stork. Where every package is as precious as a newborn baby. Nou, ik vind anders het gebouw er niet mooi uitzien. Nou, we gaan deze kant op. Hallo. Zullen we anders Joe het briefje laten zien? Joe, ik heb een briefje. Check this letter out. Zeg eens even. Ik heb je idee niet. Do you know anyone named D? No. I can't say I do. Ach, verdomme. Maybe he's still in the arcade. Ja. Yeah. Dus wij gaan naar de arcade. Want dat was ongeveer een paar seconden geleden, een paar minuten geleden dat hij dat heeft gezegd. Oh. Wow. Is dat? Wow. Gewoon lekker de basje een beetje omhoog. De bas een beetje omhoog zetten. Was that a lurid? Een lurid? What the hell is een lurid? I must be seeing things. Oké. Het was downsteps. Dus, kan je hierop klikken? Ja. I guess no one's home. Ja, nou, misschien is dan deze.
Ik heb zo'n idee dat dat geluidje een goed teken was, maar hallo? Dat hoeft niet. I guess no one's home. Oh, oké. Okay. I'll just leave their package on the doorstep. Oh, nou ja, het was dus wel een pakketje. Oh nee! Oops. Een pakketje! Shit! What? Nee, pakketje! I'm from the Golden Stork. And I just wanted to let you know your package is in good hands. It should be here sometime today. Quit the jabber and quit the jabber. Package and I'll give you your tip. That's all you people care about anyway. Yes. Wat leuk. Get off my porch! Nou, het spijt me. Thanks. Okay. Thanks. I guess. Okay, wat is dit? Pipe. They're all securely bolted down. The three pipes lead down below. Nah. Something round would probably drop through. Is rond. Okay, nou, ik ga eerst eens even kijken waar dat pakketje naartoe is gebracht. Oh nee, dat meen je niet. Of course. Ja. I gotta get that down. Ja, maar wij gaan hier stoppen met de eerste aflevering van Elm. Doe even een duimpje omhoog als je deze serie leuk vindt. En dan breng ik zo snel mogelijk, als er genoeg duimpjes omhoog zijn genoeg support is op deze serie, dan breng ik gewoon de volgende aflevering zo snel mogelijk weer online. En als je zegt van, hey Binten, maar deze serie is geen kut aan, dan doen we hem lekker niet. Mensen, doe even een duimpje omhoog achter. Laat even een duimpje omhoog achter als je deze serie dus wel leuk vond. Als je zegt van, Binten, joh, doe eens even wat anders. Doe eens even een andere serie of weet ik veel wat, verzin wat. Ja, dan doen wij dat. En dan zeg ik nu tot de volgende keer, mensen. Later.